Leuten was het altijd al een droom om een winkeltje te hebben in het centrum. In het gedeelte rond de kerk is alles volgebouwd met winkels en appartementen. Maar de oude werkplaats van de familie van der Kaai heeft het overleefd. Het is nu een bezienswaardigheid en de nostalgie doet zijn intrede en heeft een functie. Want zeg nu zelf, Henriette heeft er naast haar droom iets moois van gemaakt. Een scherp contrast tussen oud en nieuw. En zo zie je, niet alles moet worden afgebroken. Ik ben niet voor nieuw, maar ik ben echt voor oud. Voor oude dingen die hebben sfeer. Het is nostalgisch, dat vind ik gewoon geweldig. En ik kwam er dikwijls voorbij en als echte Rooise vind ik het zo jammer dat het helemaal verlaten en zoveel slechter uitzag. Dus ik dacht, ik ga daar eens vragen of ik daar een beetje op mag knappen. En dat mocht van mevrouw van der Kaai en van Hastenberg. Dus ik ben met een staalborstel begonnen op een zaterdag en alles wat ik allemaal nog nooit gedaan heb, maar het lukte gewoon en met flink werken en wat pijn in de rug en in de schouders natuurlijk. Maar het is helemaal gelukt. Ja. Gewoon een beetje fris maken en dat het er gezellig uitziet, ook voor het terrasje er tegenover, voor Bakker Bart, want die zaten ook maar eigenlijk een beetje naar zo'n oud vervallen pandje te kijken. Dat is niet leuk, hè? Nee. Want eigenlijk zit je nou op de A-locatie van Sint-Oederoden, hè? Ja, dat klopt. Kun je dat merken? Ja, dat kan ik zeker merken. Terwijl, tegelijk moet ik daarbij zeggen, heb ik altijd gedacht, oh, als ik toch eens een pandje in Rooi had. Vroeger heb ik ooit een pandje gehad bij Bakker Jansen. He, maar dan kon ik alleen maar een beetje etaleren. En omdat ik hier de tuin deed en het gereedschap stond hier in dit gebouwtje. Toen dacht ik, oh, als dat toch eens kon. Dit zou toch leuk zijn voor mijn ateliertje. En nou, ik vroeg het en Joop die zei, och, dat vond ik wel heel leuk wat hij zei. Och, vrouwke, zei hij, als jij denkt om daar iets van te kunnen maken, dan mag jij daar beginnen. Ik zeg, nou, ik zie het zitten, dus... Dus je bent eigenlijk wel heel blij dat je dit zo hebt kunnen realiseren. Heel erg blij, super blij. Dan kun je wel, ik ga heel huppelend bijna hier naartoe. Ja. Zo fijn vind ik het, ja. Okay. En de reactie van de mensen is ook heel erg leuk. Ja, ja, want vooral dus het feit dat het, we zitten eigenlijk in een nieuw gedeelte. En als het vroeger allemaal doorgegaan, dan was zelfs dit nog afgebroken geweest en zo. Dat is niet doorgegaan. En je zou nou haast zeggen, ik ben er blij mee. Want nou blijft die nostalgie toch in ieder geval op deze manier in stand gehouden. Ja, heel zeker. Want er is in Rooi best veel afgebroken. Wat heel jammer is en al in het verleden. Dus, en mevrouw van der Kaai, de familie van der Kaai, die hier dus de schilderwinkel en de werkplaats had, die heb ik laten openen. Ze zei, en de tekening of de foto, die stuur ik naar Australië. Want daar heb ik een broer wonen en nichtjes. Dus dan kunnen die zien dat het ook nog weer gebruikt wordt. Ja, want je hebt ondertussen... Ja, hier heeft Van der Kaai vroeger gezeten, hè? Dus dat was ook een kunstenaar, hè? Ja. Vooral op schildergebied. Hè? Want ik zag daar net wat kwasten liggen, zijn die toevallig van hem? Die zijn allemaal van hun, kwasten en nog kleinere en van die hele kleine handvegertjes zo. Dat was het denk ik, als ze het geschuurd hadden, ze daar voorzichtig weer afveegden. Ja. Dus mevrouw Van der Kaai is super blij dat het gebruikt wordt weer. Okay. Ja, goed. Leuk dat jullie er waren en ik ga vol goede moed beginnen. Hoe het van de winter moet, dat weet ik nog niet, met de kou en met de dakpannen, dat zeg ik al, want ik heb ook wel wat lekkages. Dus, maar dat is voor latere zorg, ik ga nou alleen genieten.